interessante is. Mensen mogen er niet in. Erg, hè? Ze mogen er gewoon niet in. Het is echt te eng, hè? Het is gewoon eng. Hoe dat allemaal gaat tegenwoordig. Hier, mensen willen gewoon horen wat er gedaan wordt in de wereld. Die coronabesmetting is gewoon façade. We worden voor de gek gehouden, iedereen weet het. Oh, gemeen, hè? Hier, daar staan ze. Moet je zien, hè? Oh. Dit is gewoon staatsonderdrukking. Gefaciliteerd door de banken. De bankenunie en de hele Building Back Better. En al die oude mensen allemaal opgesloten in huizen. Oh, erg. Niet normaal. Ik vind het niet normaal. Je moet ook niet normaal maken wat niet normaal is. En vroeger moest je respect hebben voor oude mensen, maar dat hebben ze niet meer. Vrouwen, ook geen respect meer. Kinderen, laat ze een spuitje krijgen. Staaf iedereen. Samen komen er wel uit. Nou, samen komen er echt niet uit. Kan toch niet? Ja, bagger er maar doorheen. Tjoei, jongen, bagger er gewoon doorheen. Dat kan toch niet? Kijk, en die ene met, en als ze zo'n dingetje voor de mond hebben, dan zijn meestal de mensen die zeggen, aanvallen! Zeggen ze, aanvallen! Oh, loopt er lekker doorheen, mag wel. Hé, ik ben niet belangrijk. Ik ben niet belangrijk. Dit is, hij loopt gewoon door mijn beeld heen. Jongen. Deze mensen, hij loopt gewoon door mijn beeld. Hij heeft een filmpje verpest. Kan toch niet? Kijk, hebben ze straks... Boe. Nou. Geloof je er zelf nog in? Geloof je er nog in? Hallo, geloof je er nog in? Goedemiddag. Ga je het even mooi vastleggen? Hoi. Hey, moppie, leuk je weer te zien. Maar ik moet ze even moeilijk maken. Geloof je er zelf nog in? Ja, het is niet normaal. Het is niet normaal. Kijk. Hier. Boe. Nou. Hè? Wat? Zeg het nou maar. Ja, nou. Ja, weet je het nog niet na een jaar? Hè? Melkorf. Allemaal bejaarde mensen. Eenzame bejaarde mensen. Kinderen staafjes in de neus. Kan toch niet? Dus, geloof je het zelf? Misschien dat ze snel weg zijn. Huh. Vragen beantwoorden, oma. Dat durven ze niet. Ze zijn bang voor een vogeltje. Haha. Nou, ik ben niet bang voor je, dus. Nou, dan gaan ze. Nou ja, ik heb het wel gezien met die lui. Zo, gaan we weer. Wat? Gaan we weer. Kijk, we zien hoeveel mensen. Ik heb het niet eens goed gefilmd. Kijk, hier. Dat pikken we toch niet? Frikandellenmaatschappij. Boe! Laat ze de rambam krijgen. Ik weet zelf wel wat goed is of slecht. Ik luister nooit meer naar iemand. Ik bepaal alles zelf. Dus. Blijf ook even kwijt. Zo. Dus. Ze kunnen van mij de boom in. Hier. Ze kunnen van mij echt de boom in. Ik heb het gehad met dit volk. Ik heb het echt gehad met die lui. Wat een gek van. Als je ergens gek van kan worden. Hé, lekker patatje. Gaat die voor mijn ogen patat zitten eten? Dan krijg ik ook zin in patat. Oh! Ik vraag me af waar die patat vandaan heeft gehaald. Hé, we zijn ingesloten. Wat hoor ik nou dan? Hé, ingesloten? Nee toch? Ja, we zitten nu al gevangen. Oh, we zitten ingesloten. Nou, dan drinkt het pas door. Oh, hij gaat weer lopen fotograferen. Voor het dossier voor nu. Zegt hij zo, oh, dat is de vredespolitie toch niet? Kijk. Volgens mij gaat hij nu op me afkomen. En zegt, is dat vogeltje? Ja, dat is een vogeltje. Ik ga even mijn vogeltje op de... Ik weet niet wat ik moet doen. Ik hoop het niet. Meneer, mag ik weten wie u bent? Ja, weet je nou nog niet dan? Elke week vraag ik het wel een keer. Auswijs, Einswijs. Achtung, hier spreekt die politie. Dank voor ihre Mitwirkung. Dus. Volgens mij gaan ze heel moeilijk doen, zo direct. Ik weet het zeker. Ze gaan heel moeilijk doen. Ik voel het gewoon. Het is te leuk, te gezellig. Te veel kleuren, zon.
Vrijheidsstrijders. Oh, daar waren ook weer. Kijk. Jee. Hey. Leuk je met zin. Jee. Ja, ik zeg van alles. Ik loop weer door. Ik loop weer door. Oh, god, oh, god, oh, god, oh, god, oh, god. Hebben we haar ook weer. Ik ga... dat je er weer bent. Ik geef je nu. Ik ben ook blij jou te zien, want dan weet ik dat de marihuanaplant in ieder geval één vriend heeft op deze aarde. Ja, zeker weten. Daarom, we strijden voor de planten, de bomen, de dieren, de bloemetjes, de insecten. De... biodiversiteit, permacultuur. Stop Monsanto en de Rabobank. Boe, boe. Laat hem ook even kwijt. Goed, leuk je weer te zien. Het ziet er zonnig uit. Vrolijk. Yeah, yeah. Zo, laat hem ook even kwijt. Zo. Yeah. Ik weet het even ook niet hoor. Ik zeg wel je, 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 maar ik weet niet eens waarom. Maar ik wil gewoon, gewoon ook je, je, je. Paarshaar, me zien. Paarshaar. Kan toch niet? Nou, kijk, daar schrik ik dan weer van. Daar wil ik dan weer niet bij horen, paars. Nee, doe mij maar gewoon zon. Het enige wat ik wil is zon. Een zon in mijn hart. Af en toe een beetje regen. Nou, het heeft toch heel weinig geregend. Kijk, oh, daar staan ze weer. Ik had ze straks niet goed gefilmd. Ik vind ze altijd zo leuk. Ik volg ze altijd. Die zijn van, ik weet even niet hoe ze heten. Nou, kijk. Als agenten zich gaan mengen tussen het publiek, kan het maar één ding betekenen. Dan hebben ze een oogje op je. Ja, dus. Kijk. Ik ga even stiekem meeluisteren. Dat vind ik altijd super interessant. Doe ik net of die hond aan het filmen ben, ondertussen luister ik mee. Nou, nou, niet interesseert maar ik ook niks. Interesseert me niks. Als ze geen mening mogen hebben, dan luister ik ook niet naar ze. Want zonder mening heb je ook niks te zeggen. En als je niks te zeggen hebt, hoef je er ook niet naar te luisteren. Dus ik ben helemaal klaar met het volk. Ze kunnen van mij de boom in. Als er nog bomen zijn. Dat is het, zakken alle bomen om. Dan kunnen ze straks niet meer de bomen in. Oh-oh. Wist je dat in Europa de meeste bomen gewoon kletsbomplaats, gewoon bio, hup, 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 oerbos. Hup. Iedereen in Polen is verdrietig. Iedereen. Ze zeggen boe Europa. En dat zeggen wij ook, boe Europa. Hè? Europa is gewoon klotezooi. Al het geld gaat weg. We krijgen er niks voor terug. Ja, schulden. Nou, daar word ik ook niet vrolijk van. Schulden. Hè? Dus, wat moet je nou met schulden? Moet je alleen maar harder gaan werken en je krijgt steeds minder. Nou, leuk is dat. Harder werken en steeds minder krijgen. Kan toch niet? Ja, oh, als ik er nou hier voor loop, is ze live. Zij is altijd live. Ik moet alles later nog invullen. Oh. Weet je dat het helemaal niet leuk is om steeds naar dat vogeltje te moeten kijken? Jawel hoor, ik vind het zelf ook leuk. Als ik het zelf niet leuk had gevonden, had ik het niet gedaan. Dus, zo, aan de kant, aan de kant, aan de kant. Aan de kant, met de deur. Kijk, oh, we zijn er alweer bijna. We staan hier allemaal met één doel. Ja. Doel 1. 1, stop precies. De coronamaatregelen. Ja, heel belangrijk. En doel 2. Doel 2. Weg met kabinet Rutte. Precies. Ja, spuit je erin. Spuit je erin. We hebben die er daar ook over. Zo over denken is Geert Wilders. Ja. 10 jaar kabinet Rutte en 10 jaar zit Geert Wilders in de oppositie. Ja, ga er maar voor staan. Mag wel. Massale doodsbedreiging en 365 dagen per jaar beveiliging. Oh. Maar voor zijn gezin, wat? Geert gaat zo, door. Zo. Naast Pieter zo. En Wiebren. Ja, daar zijn ze snel weg. Voor dank voor mijn vogeltje. Oh. Yeah. Ik ga even pauzeren. Andere sprekers komen na mij. Ik kom ook nog even een keertje terug. En ik zeg alleen maar, liefde, vrijheid, geen dictatuur. Liefde, vrijheid, geen dictatuur. Liefde, vrijheid, geen dictatuur. Liefde, vrijheid, geen dictatuur. Liefde, vrijheid. Geen dictatuur! Zo! Mooi hè! Yeah. Zo! Nou! Yeah. Nou gaat het beginnen! Let's party! Yeah! Yeah! Leuk en nou gaat het weer beginnen! Het is begonnen! 2 uur! Yeah! Kijk! Mooie blauwe lucht! Leuk, hè? Oh, wat leuk!
feest! Het is feest in Arnhem! Yeah! Als je niet zelf na kan denken, dan is het gebeurd, weet je. Het is gebeurd. Dan heeft iemand anders een mind control. Dan controleren ze je mind. En dan word je mindless, speechless, soulless, geen soul. Dus, nou, we zien. Leuk, hè? Donald Duck, Dagobert Duck, Katrien. Leuk, hè? Zo. Wat ik ook zo graag vind. Agent zei van de week dat hij helemaal zei van een nutteloze bezigheid is met zijn mondkapje en toch door moet. Ik vind het maar raar. Kijk, ik loop er maar een beetje aan de zijkant. Oh, daar heb je die ook weer. Ik loop er maar een beetje aan de zijkant langs heen. Want je weet het niet. Als ze los gaan, dan gaan ze echt los. Losse flodder. Flodder. En ik ben even. Kijk, we zien ballonnetjes, ook leuk. Oh, wat staat daar dan weer? Kijk. Ja, zo is dat, hè. Toch niet te geloven. Goed hoor. Zo. Wie slaapt in een democratie wordt wakker in een dictatuur. Ja, dat, zo is dat wel, ja. Oh, achter heb je hem ook weer. Oh, natuurlijk. Hallo. Ik moet even kijken. Hier. Daar. Beestenbootjes uit van. Ja, heel goed. Dus, jee. Kijk. Ze gaan nou proberen iemand te framen. Gaan ze ergens staan, zeggen ze. Ja, maar als we nou zo het shotje maken, dan komt alles goed. Proberen ze het slechtste shotje van de boel gaan ze dan maken. En dan gaan ze tegen alle mensen in Nederland vertellen. Ja, zo is het. Terwijl het is niet zo. En waarheidsvinding kunnen ze niet meer. Ze kunnen de waarheid niet meer vinden. Nou, ik ben heel benieuwd wat die ervan gaan maken. Kijk, zie je dat? Die man, die komt nog een keer voor het tribunaal, dat denk ik wel. Tribunaal. Of als de boel uit de hand loopt, dan pakt de ondergrond. Ze gaat afrekenen met ze. Nee hoor, vroeger ging dat zo. Vroeger kwam de ondergrondse en die ging dan stiekem ingrijpen en dan kletsboom, pats. En dan, dan kwam er... Als je bezet bent, heb je het recht om jezelf te bevrijden van de bezetter. Want, kijk, is het goed zo? Weet je zeker? Ja hoor. Oh, mooi man. Heel fijn voor jou. Nou, dan gaan ze weer. Hup, terug naar de basis. Even framen. Hé, hey, zo'n kaartje, moet je zien. Dat is een kaartje, dan weet je wat je moet zeggen. Nou. Zo, kijk. Zo verdienen ze hun geld. Je kun je geld mee verdienen, wist je dat? Hij gaat er gewoon voor staan. Hij wil niet weer zeggen het schijn. Hier, daarachter, allemaal mensen gevangen. Hier, allemaal mensen gevangen. Oh. Nou. Kijk, ze gaan nu het kapje opdoen. Dan gaan ze bellen, zo. Gaan ze bellen. En dan gaan ze er zo op klappen. Klappen ze er zo met z'n allen op. Ja, goed hè. Oh. Kijk, daar gaat hij. De one and only. Nou, ik ben heel benieuwd wat er gaat gebeuren. Oh, het is maar goed dat ik er even bij ben. Ga ik het ook even filmen. Zo. Oh. Zo, ik ben heel benieuwd. Ik zal mijn mond houden. Nou, Michel, organisator van vandaag. Waarom vandaag opkomen? Ik zag juist een demonstratie hier in Arnhem.
Nou, zoals iedereen weet, kom ik uit de evenementenkrans. Koningsdag, Pasen, Pinksteren, Hemelvaart. Dat zijn goede dagen voor evenementen. Dat is ook een goede dag voor demonstraties. Helemaal met dit. Ja. Wat wilt u laten horen vandaag? Wat zei je? Wat wilt u laten horen vandaag? Ja, wij zijn al jaren dag tegen het beleid gekomen. Vanaf dat de coronamaatregelen daarbij zijn gekomen. Ja, het is allemaal buiten professioneel. 10 jaar aan beleid. Een grote demonstratie natuurlijk. Het is wel zo, het kabinet heeft nu ook weer gewoon die stemmen een meerderheid gekregen. Ja, daar kan je van vinden van wat je wil, maar ja, een meerderheid is een meerderheid natuurlijk. Ja, buiten het feit dat wij de stemming niet vertrouwen. Je ziet ook wat er nu weer gebeurt. Hup, toeslagenaffaire 2. Er zal ook weer toeslagenaffaire 3 overeenkomen. De formatie is nog niet eens rond, want er is ook allemaal maar afwachten. En wij hopen en gaan er ook vooruit dat we heel snel de verkiezingen komen. Heel veel wantrouwen tegen de mensen die op dit nooit in de naam zitten. Ja, ik kan het me niet herinneren. Hoe kan je dat als politicus continu blijven herhalen en dan opstappen en weer terugkomen? Er is vandaag ook wat onbegrip, merk ik, onder de mensen over hoe groot dit opgezet kan worden in Arnhem. Wat is het verhaal erachter? Er is vandaag uiteindelijk een noodverordening ook erbij gekomen vanuit de gemeente. Ja, om 7:15 vanmorgen kreeg ik een noodverordening in mijn mailbox. Daar hebben we helemaal de hele week niet over gesproken. Maar ja, de gemeente wil ook bescherming kunnen bieden. Dat is het verhaal wat ze mij laten. Laten we daar maar op vertrouwen. Er was wat geluid over sportersgeweld. Ja, en daar hebben we geen last van. Dat ziet er goed uit. Ja, wel veel mensen die buiten het plein staan, maar niet meer naar binnen mogen. Ze hebben op een gegeven moment hebben ze afgesloten omdat ze vinden dat er genoeg mensen aanwezig zijn. Ja, vol is vol. En dan, die mensen die daar buiten staan, die zullen een plek hebben zoeken. Ja. Het punt dat je ook veel hoort van mensen die ook nog zeggen, ja, misschien hè, als er weer jelletjes komen, of bent u daar bang voor? Ja, daar gaan we niet van uit. Kijk, wat hier staat, en dat zie je ook in die zit filmt, staat hier ook vredelievend te zijn. En ik ook altijd goed 4:10. Maar ja, waarom moet er om 4:10 gefeest worden? Dus 10 minuten wachten is het afgelopen. Wat wil dat vandaag ook gebeurt? Nou, ik denk eerlijk gezegd niet dat hier gefeest gaat worden. Als we het goed overleggen. Ik bedoel, wachten bedoel ik, sorry. Ja, nee, we verwachten het niet. Dit moet goed komen. Dat was even verwarring, dankjewel. En werkt ze vandaag? Goeiedag. Okay. Hoor ik trouwens wat zeggen over toiletten die hier staan? Nee, we zouden hier toiletten hebben staan, maar uiteindelijk... Afstand willen nemen. Ja, ik neem afstand. Zou je dat willen doen? Eén apenstapje. Ja, goed zo. Alsjeblieft. Zo maar een stapje doen. Ah, zie je het? Hij vindt het niet leuk. Het is er. Oh. Zie je dat? Hij vindt het niet leuk dat ik hem film. Zo. Nou, dat was hem. Kijk, ik heb slecht geweten. Dus dat weet ik zeker. Maar ik heb die wel gefilmd. Zo, kunnen ze die van niet meer framen dat het anders is dan we verteld hebben. Daarom. Maar we geven het nooit op. Nooit. Dus vrijheid, liefde en rechtvaardigheid. Ook voor de dieren. Dat wil ik even kwijt.